Hallo, hallo. Het is 24 juli, de dag dat wij op vakantie gaan. En we gaan weer even tanken. Het is de tweede keer. Zo fijn hier. Oh, wat een straf. De boel moet opgeruimd worden. Ik weet niet waar de boel is uit hangt. Hier gaan we. Proost. Ja, lekker. Hallo, hallo. Het is 24 juli, de dag dat wij op vakantie gaan. Welkom bij een nieuwe vlog, een vakantievlog. Want ik heb hier echt zo lang uitgekeken. Ik vind het zo leuk om onze vakantie op vlog te zetten. Het is nu 8:30 en we gaan om 10:00 vertrekken naar Frankrijk. We moeten daar rond 2:00 zijn. Nou is het morgen Zwarte Zaterdag en we stoppen natuurlijk een paar keer voor de kinderen. Ja, we zijn nu aan het pakken. Kinderen liggen nu even op bed. Die heb ik om 7:00 even op bed gelegd. Sinds laat nu tot 9:15, zeg maar. Vandaag hebben we verder een auto opgehaald. Dat was ook een heel gedoe. We hebben iemand gevraagd om naar auto's uit te kijken. En te kijken of die auto's goed zijn, ja of nee. Nou, die is bij verschillende auto's geweest. En heel veel auto's was niks. Dit mankeerde, dat mankeerde. Uiteindelijk hebben we een auto gevonden. Die heeft Daniel vanmiddag, eind van de middag nog opgehaald. Dus dat is nog last minute gelukt. Nou, dit is hem uiteindelijk geworden. Ons mooie bakkie. 7 persoons, ideaal. En ik hoop dat het allemaal gaat passen. Past. Wat vind je ervan? Ja, ik ben er blij mee. Ja? Jazeker. Denk je dat het gaat passen? Tuurlijk. Als het moet, dan past het, hè? Ik hoop het. Past. Koffie mee. Zo onderweg. Dan kunnen we gaan. Het is nu 10:00. We wachten op Steven Lonneke en dan halen we de kinderen uit bed. En dat is echt de uithalen, schone luier, vest aan, broek aan en in de slaap en in de auto. Ik hoop dat ze vet slapen voor je. Dus we hebben zin in. Hebben we er allemaal zin in? Guus, heb je er zin in? Even tanken. Ready? Ja, ready. Nou, we zijn lekker onderweg. Net onderweg ook. Jazeker. Ja. De vrouw die rijdt. Ja. Kan ik straks. Daar zitten we allemaal in de auto. Dat kan ik wel zien. Meisjes. Siem. Guus zit helemaal achterin. Nou, we zijn er. Hey. Ging wel snel. We zijn bij de Gouden Boog. Ik kon het allemaal niet. Zit Joost er ook nog? Hey, jongens. Oh, dat kan best, hè. Joe! Lekker pikken! Heerlijk! Ja. Ja, dit is de eindbestemming natuurlijk. Wat was het dan? Oh, koud. Moet ik hier bestellen? Ja. Yo. 2 keer met kroket dus. Goedenavond, wat heb ik dan voor een geld? Mag ik uw bestelling? 2 keer met kroket. Ja? Dat was hem. Voor de 65, kunt u er doorrijden naar het eerste raam? Ja. En we gaan weer even tanken. Het is de tweede keer. Ja, dat hoort er ook allemaal bij, hè? Tanken, jongens. Maar het gaat voorspoedig de reis. Ik kan niet alleen niet slapen in de auto, dat is heel vervelend. Mama, mama. Zo'n mondkapje? Oh ja, je moet een mondkapje, ja. Maar waar is het trouwens? Gewoon even in de middel met de auto voor. Oh ja, 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 niet. Even tanken. Zo? Moet wat op? Nee. Oh, heb je dat ding er nooit op gehad of zo, Daan? Nee, ik wil gaan. Nee? Nee. Heb je er nooit een mondkapje op gehad? Ik kom niet in openbare ruimte, jongen. Ik wil het nooit. Of ik doe hem gewoon nog. De reis gaat voorspoedig. Siem is de hele rit al wakker. Hij heeft gewoon niet geslapen. Guus wel, de meisjes die af en toe jengelen, maar... Hoe lang moeten we nog rijden nu? Een uurtje 6 of zo. Een uur of 6. Als je in 1 keer doorrijdt. Dus, hoe laat is het nu? 4:00 of zo, hè? We zijn net voor Parijs. Dus dat is goed. Ja. Als je Parijs door bent, gaat het heel snel. Volgens mij moeten we nog iets van 4:00 en dan stoppen we even voor het eten. Dat is ook wel even fijn.
Gaat het goed? Hij gaat lekker. Hoe laat is het? Daar zie je, 5:10. Ben je er al klaar mee? Ik ben er al mee klaar mee. Beetje gaar, hè? Behoorlijk gaar. Hallo! Even zwaaien. Joejoe! Nou, even volgen. Slaat ze even helemaal of zo? Niks. Ze even slaat. Ja, we gaan zo even ontbijten. We gaan hier volgens mij af of niet? Oh nee. We gaan er bijna af, we gaan lekker ontbijten. Even de beentjes trekken. Zo, we gaan even ontbijten, hè? Lekker even eruit. Dat is fijn. Fijn, hè? Ja, heel lang stil gezeten. Goed voor jou, hoor. Ik was snel al even gefixt en toen weer. Goed voor jou, hoor. Heel lang stil gezeten. Gaan we hier op dit mooie plekje even ontbijten. Tenzij je zeg maar zelf bij wil, maar dan moet je hem ook even resetten. Er zit nog één meisje in de auto. Zodat hij weer nul staat, zeg maar. Zielig. Nou, we hebben lekker ontbeten en we gaan nu de laatste kilometer, zou ik zeggen. Nu nog even. Hoe lang? 3 uur moeten we nog rijden. Dat is niet zo lang meer. Hou je het nog vol? Oh, ik hou het nu nog vol. Helemaal naast we stoppen, dat scheelt wel. Ja, was wel even fijn. Even de beentjes trekken. Beentjes trekken. Dus ja. We zijn geïnstalleerd. Kinderen liggen alle even op bed. We zijn heel moe van de reis. Het is nu, hoe laat is het? 2:30 bijna. En we doen even helemaal niks nu. En je hoort toch helemaal niks hier. Zo fijn. We gaan lekker even zwemmen. Oh ja, en het zwembad zit hier best wel ver vandaan. Maar toch kunnen de kinderen daar best wel heen lopen. Dus we hebben hier, ik zal het even laten zien. Deze. Dat schermt helemaal af. Het is zo fijn hier. Oh, wat een straf. Heb je lekker gezwommen? Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is 9:00. Heerlijk geslapen. En nu is het tijd voor ontbijt met Frans brood. Ik ga eens even snijden en dan gaan we lekker eten. Goedemorgen. Hallo, je lekker geslapen? Vakantie, hè? Lekker eten. Ja, daar gaat papa zo zitten. Nou, Sim, ga je lekker eten? Die? Dat is lekker Frans brood. En uiteraard hebben we kwark, zoals in Nederland. Nou, het is 's middags. De kinderen hebben net lekker even geslapen. En we gaan nu naar het zwembad, hè, jongens? De meisjes gaan mee, die gaan niet zwemmen. Die gaan even lekker in de schaduw liggen daar. Gisteren hebben we even lekker met z'n allen gezwommen. Dus ga je niet mee? Het ging eigenlijk wel heel goed, was leuk. Ga je niet mee? En dan gaan we dus eventjes naar het zwembad. Ik ga niet mee, denk ik. We hebben allemaal lekkere dingetjes mee. Goed, je moet eens een linker nog opmaken. Wie? Ja. Joejoe, jongens. Ben jij lekker aan het zwemmen? Ja. Ja? Ja. Zit je in de babyzwembad? Ja. Nee, ik ga er niet in. Straks misschien nog. Mama, hier. Kijk, ja. Bij Guus. Oh, moet er ook in. Nee. Net uit.
Oh, hey, Guus. Die is ook op de babyzwembaan. Guus vindt die best leuk. Ik wil er graag uit. Heerlijk hier. Gaat hij eruit? Gaat hij eruit? Ah, net uit. Hallo. Jullie hebben net chippies op, hè? Lekker drinken. Kijk eens. Oh. De mama zit een boekje te lezen. Hallo. Hallo. Hey. Saus erop. Lekker. Zie je ook een beetje saus? Kijk eens. Ja. Happy? Ja, misschien wel steeds erin doen. Zeker. Happy. Ja. Lekker hoor. Ja, een beetje. Zin? Niet veel hoor. Ja, lekker. Ziet er lekker uit. Dat is wel fijn, ja. Heerlijk. Lekker. Happy. Zoonzie. Ga je zelf doen? Goed vasthouden. De boel moet opgeruimd worden. Ik weet niet waar de moeders uit hangt. Hier, daar. Hallo. Hallo. Wat? Niks. Steeds aan het vlek. Saus of zo? Ja, denk ik. Ketchup of zo. Tomaat. Zo goed? Ja. Mooi. Heb je leuk vakantie? Ik heb een leuk vakantie, ja. Ik ook. Mooi. Moet ook, hè? Frankrijk is wel mooi hier. Het is echt een super mooi plekje. Ja, echt. Ik ben blij mee. Hallo? Hoi. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Nee, woensdag toch? Maandag. Maandag? Gisteren was het al zondag. Het is maandag toch? Zie. 27 juli. Hoeveel graden wordt het vandaag dan? 38 graden. Zo. 39. Wat gaan we doen vandaag dan? Nou, ik denk de hele dag bij het zwemmen. Oh, verrassend. Heerlijk. Dat denk ik ook, ja. Fysie, we zwemmen vandaag? Zwemmen. Het wordt weer een leuk dagje. Maar hij zit lekker vakantiemodus. Ik ga vandaag even een home tour. Oh, jij gaat de home tour doen? Ik zal je nog even meenemen door het huisje. Een tuin en alles erbij. Ik ga vanmorgen even. Leuk? Ja. Ik ga je zo lekker op, jongens. Was in de vakantie en dan zo in de natuur ophangen. Echt. Lekker burgerlijk, I love it. Even op zoek naar een nieuw lijntje. Voor de was. Ik vind het toch zo ideaal dat hier een wasmachine zit. Anders kom je altijd thuis met heel veel was. En nu? Ideaal. Nou, dit is de slaapkamer van de meisjes. Ik heb hier niks opgeruimd, dus het is wat het is. Hier heb ik twee campingbedjes staan. En dat is het. Nou, helemaal prima. We hebben hier de badkamer. Hier de douche. Meubel. Daar ben ik. En een fijne wasmachine. Ideaal. Nou, laat jij die kamer van jou zien? Dat is jouw kamer, hè? Ja, hier slaap jij en daar slaapt Siem. Dat is de kamer van de jongens. En hier is de slaapkamer van papa en mama. Dit is ons bed. Zo. Nou, dikke prima. Hier is de keuken. Helemaal fijn. Hier de tafel. Hier zijn de meisjes. Nou, hier is dan de kamer, de huiskamer. Hier zit zelfs nog een haartje, maar ja, die hebben we natuurlijk niet aan. Hier is een terras met een picknicktafel. Hier slapen Steven en Lonneke. Dat is zo'n torentje. En dan hebben we hier nog een terras met een parasol. Nou, dit is dan het huisje. De buitenkant. Een hele mooie Franse luikjes. Super mooi. Dan gaan we nog even naar de andere kant van het huis. Hier kom je aanrijden.
Dit is de poort. Nou, dan is dit allemaal het grond wat erbij zit. Zoals de auto. Dit is dus het huis. Dan loop je dus zo. Gelijk even de luikjes dicht, want het is echt warm vandaag. En dan hebben we hier dan dus de tuin. Zo. Dan loop je dus zo naar het zwembad. Dat zal ik ook nog even laten zien. Nou, en dan is hier het zwembad. Zo fijn. Echt zo'n heerlijk plekje. Zo. Dit uitzicht. Nou, jongens. Zo mooi. Nou, dit is dus onze plek voor de komende 2 weken. Vandaag wordt het al gezegd, wat we net zeiden, volgens mij 39 graden. We gaan de hele dag lekker met het zwembad liggen. De jongens vinden het ook geweldig. De meisjes zijn er ook bij geweest. Heerlijk. Ik kan er hier wel van maken 2 weken. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Gisteren was het een hele warme dag. Toen was het 38 graden. Nu is het geloof ik minder warm vandaag. Gelukkig. Ik ben hier even koffie aan het zetten. Het is nu 10:45. En we zijn al even aan de poets. We hebben binnen even stofgezogen. De wasmachine staat aan. En Daniel is bezig met vegen van het terras. Goed bezig. Niet altijd chillen op vakantie, hè? Niet erg om te doen nog een keer. Heerlijk weer. Zonnetje erbij. Lekker. Lekker. Ja, hè? Lekker hapje. Wat doen jullie dan? Nee, Moesim. Even kijken, hè? Even lekker rustig. We gaan even een rondje wandelen met z'n allen. Nee. En we moeten even een nieuw batterijtje ophalen, anders zijn we onderweg met een regenbatterij. Het is vandaag woensdag en wij zijn onderweg naar, ik vergeet de naam altijd, Lauzerte. Lauzerte, ja. Lauzerte. Dus even kijken hoe lang we rijden. 10 minuutjes. Het is nu 11:30. Hebben we er zin in? Guus? Ja. Het is de eerste keer dat we rijden weer in de auto. Naar de eenheids dan. Ja, ja. Echt heel mooi. Hele mooie huisjes hier. Ah. Het is hier echt heel mooi. Hele mooie oude gebouwen en huisjes. Heel toeristisch geloof ik ook. Of niet? Oh. Even de mooiste dorpen van Frankrijk. Ja, even de mooiste dorpen uit Frankrijk. Hey.
Goedemorgen. We zijn aan het eten, hè? Ontbijten. Guus aan de boterham met chocopasta. En wij zoals Nederland. Kwark met een kiwi. Of met een banaan. Of met een banaan. Oh, de wasmachine is klaar. Zien we even niet zoveel zin in eten. Het is vandaag vrijdag. En het is alweer. Om even kijken, telefoon erbij. Het is 10:50. 31 juli, de laatste dag dat de meisjes baby zijn. Morgen is 1 augustus. Zij is al jarig. Maar ik heb hier lunch gemaakt. Tadaa! Kleine pizzaatjes. Nou, lekker. Ja, gezellig. Heerlijk met hem weer zo. Proost. Ja, lekker. Het zijn wel andere beestjes hier, hè? In Nederland heb ik altijd twee vingers schuin. Hier niks, hè? Gewoon vol tot de rand. Ja. Zo knap. Het is hier mooi. Dit is een aanbouw. En hier is de kerk. Lekker. Nou, afrekenen maar. Dat is wel niet goed om. Die dikke kan wel onderaan. Nee. Dikke kan wel onderaan. Ja, hier bovenaan. Niet, even serieus. Nee, maar bovenaan. Nee, dan ook. Nee, echt. Meen je dat dan? Ja. Had ik net, hè? Zo zit het groot. Ja? Ja. Weet je dat? Zo hoort het. Nou moet je afrekenen. Ik heb ook mondkapje op staan. Ja. Wat doen jullie? Lekker smeren met koekjes? 4 op rij. Lekker, Guus? Waar zijn je snoepjes? Daar heeft mama daarin gedaan. Zie je lekker snoepjes? Heb je lekker gezwommen? Nee. Morgen zijn deze dametjes 1 jaar. Hiep de piep. Hey jongens, hiep de piep. Hoera. Dit was hem dan, onze eerste vakantievlog. Mocht je het nou leuk vinden, doe even een duimpje omhoog en abonneer mijn kanaal. Zou ik heel leuk vinden. En laat vooral even weten wat je ervan vond. En dan zie ik je graag weer bij de volgende vakantievlog. Dan komt er nog één aan. Doei!